Dit is een nieuwsuitzending en dat is de tweede rectificatie op mijn uitzending over Arthur Schopenhauer. Daarin, niemand luistert dat, dus dat valt ook wel mee, maar als niemand het hoort, dan heeft niemand het gehoord, dan heb ik het ook niet gezegd, toch? En daarin loop ik een beetje persoonlijk te zeuren over mijn borderline moeder, in die zin de moeder van mijn kind. Waar ik erg boos op ben, die vrouw. Ik denk dat ik er zo'n beetje mee klaar ben, eigenlijk wel. En mijn kind woont nog steeds bij die biologische moeder. Geeft nog steeds een wrijving, hoor. En zij heeft het over haar eigen biologische moeder. En dat ze haar schouder heeft laten tatoeëren. Nou, dat mag je iedereen vergeven, hoor. Hello world, it is me. I've been getting... Hoorde je die stem? Prachtig, hè? Ja, maar doe het er maar eens na, hè. Hello world, it is me. Ja, eigenlijk zit ze gewoon hartstikke goed in de vel. Die tatoeage had ze niet echt nodig gehad. Maar, no use crying over spilled milk. Really great feedback on my first video, which I did a really long time ago, and I really appreciate it. So thank you for those of you who have watched and given me feedback. I really appreciate it. I haven't watched that last video in a pretty long time, so I may be repeating myself here. If so, I apologize. I am currently dealing with some issues with my mother. She has ramped up her reaching out to me, so... Die puistjes, die twee, dat ene, nee, dat is echt, de huid is rustiger. Echt, het is veel minder van die rode vlekjes. Vooral aan de, op haar rechterwang, hè, voor ons links te zien. Maar ook bij haar kin, dat is echt, dat ene puistje, dat is pleiten. Goed zo, meisje. Oh, she has been emailing me, and I have her blocked on everything. So her email goes straight to my trash. Her text messages don't come through. I found out my dog passed away in May, and she did call me then. I had changed my number, and I just don't put it past her at all to find out whatever information she needs to. She's hacked into my email before. She can find me if she wants to, truly. But anyway, she called me then in May and left me a message. And apparently when you have someone blocked, it goes to your blocked messages. So I did receive the message like a couple weeks after the fact, because I noticed that little blocked message thing on my phone. I am still struggling a lot. She ramps up, so I get super ramped up. My anxiety's been pretty awful. Wat ze zei, van dat haar moeder gets ramped up. De moeder wordt helemaal dat. En dan gaat zij ook weer ramped up. Ze gaat er gewoon tegenin. En dat maakt haar natuurlijk doodmoe. Moeilijk, hoor. En zij heeft haar moeder geblokt op Facebook. De telefoonnummer veranderd. Ja, toen ging haar hond dood. En toen heeft die moeder dus... Want zo zijn dat soort mensen die bestaan uit de wrijving. Als je een relatie hebt, als je samen een ding gaat delen of zo, heb je natuurlijk wrijving.
ging een keer met mijn vriend op vakantie. En de deal was dat ik gewoon op vakantie wilde. In de zin van, we hadden een of andere staakcaravan in de Ardennen. En daar heb je van die goedkope whisky. En er was internet. En ik dacht, nou oké, whisky en internet. En dan, nou, hij kan koken, ik kan koken. En we 4 uur boodschappen doen. En hout halen, want we hadden helemaal geen gas. Gewoon een houtkachel. Ik denk, dat is goed genoeg, hè. Hij wilde naar buiten. En ik zei dan, nou, dat is goed, jongen. Ga maar lekker. Dus hij de eerste dag naar buiten met de auto. Ja, en de tweede dag ging die ook weer. En ik lekker in die staakcaravan met whisky en internet. Oh, je mocht ook roken in die staakcaravan. Dus, totaal mijn feesten. Er gaat een telefoon over, die moeten we even laten overgaan. En die ga ik ze dadelijk terugbellen. Niets over aanstellen. Dat is een vrouw trouwens. Ook een blonde vrouw, net als deze. Ja, en toen zei hij de derde dag, nou is het afgelopen. Morgen ga je mee. En dan moesten we Menheers gaan kijken. Want hij had een Menheer. Menheer, dat is gewoon een steen die ze rechtop hebben gezet. Ja, een soort Asterix en Obelix gedoe of zo. En ik zo moppen. Maar het kwam er uiteindelijk op neer dat hij had de kaart. En zat achter het stuur. En ik zat op de bijrijderstoel. Met een lekkere joint. Want je kan in België gewoon blowen, hoor. Dus dat is geen probleem. In Frankrijk ook trouwens. Met een biertje erbij. En ik weet nog precies hoe die hele struggle ging. Dan maak je samen wat mee. Dat is belangrijk om te doen. En dan heb je gewoon een beetje wrijving. En die wrijving is leuk. Maar waar zij het over heeft, is dat als haar hond dood gegaan is, dat juist dan haar moeder via allerlei slinkse kanaaltjes haar nieuwste telefoonnummer weet te achterhalen. En dan gaat ze die moeder blokken, maar dan heeft ze toch weer gekeken in de blocked messages en dan was ze weer helemaal pissed off. Ja, vind je het gek? Ik laat even een stilte vallen, want dat kan zij ook heel goed, hè. Ze kan ook gewoon zo van zucht. Dat moet ik ermee. Dat is moeilijk. Ik ken zoveel gevallen, zelfs ook mezelf. Ik heb ook. Het was mijn moeder die. Ik had een kind gekregen van de heren, zullen we maar zeggen. Dat had ik zelf per ongeluk bij elkaar gedingest. Dat is allemaal mijn schuld niet. Mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Heb ik wat gedaan dan? En van iedereen kregen we cadeautjes. En die mensen dachten helemaal niet na over wat wij nodig hadden. Nee, die dachten na over wat zullen we ze geven. Zo kregen we een spelletje. En dat zat in een doosje. En er zat een dobbelsteen in. Met daarin 2 dobbelstenen. En de eerste dobbelsteen was seksstandjes. En de tweede dobbelsteen was de locatie. Dus beffen in de keuken. Anaal op het toilet. Nou, dat kwam niet van mijn moeder, maar ik mot die rotzooi niet. Ik kan het nergens op slaan. Ik kreeg ook een flessen Aubert-Marie. Dan kon je 6 van die kinderflessen tegelijkertijd instoppen. Voor het geval dat ik dus, of de moeder van mijn kind, dat wij 5 andere baby's over de vloer zouden hebben. Ja, dan moet je 6 van die melkflessen in 1 keer kunnen koken. Ik zelf denk dan van ja, we hebben ook een hele brede creusetpan. Daar doe je een scheutje water in.
Maar die mensen denken dan van, ah nee, dat is allemaal veel te ingewikkeld voor Perry en de moeder van mijn kind. Komt mijn moeder aan. Met ook weer een cadeautje. Een knoflookpers. Nou, toen was ik het echt beu. Ik heb tegen mijn moeder gezegd, neem hem maar mee naar huis. Want we hadden een knoflookpers. Echt een hele leuke. Niet zo'n demontabele, maar een heel eenvoudig aluminium dingetje. Bah, het is dan mij goed genoeg. En trouwens, ik hoef mijn knoflook helemaal niet te persen. Die kan ik ook gewoon chop 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 chop. Alsjeblieft, neem me mee naar huis. Zoek me iemand anders die hem nodig heeft. Geen meer rotzooi in mijn huis. Het is heel lastig om met dat soort mensen om te gaan. Mijn moeder, boos jongen, die ging zelf zitten huilen. En jij wil geen knoflookpers voor mij? Wat ben je dan voor zoon? En ik zei maar, ja mam, ik heb er al één. Ja. Ik heb nog een hele leuke mop, die ga ik nog een andere keer vertellen over dit fenomeen. Maar dat maakt niet uit, dit ging eens even over mijn moeder. Nu mag zij verder. I don't know if it's... I mean, I would kind of call it paranoia. I've been a little bit paranoid about her finding me. I had a conversation with my dad recently. He said, so my mom and my dad still have contact. They're not married. Oké. Wacht even. Dit is... Oké, maar ik ga hem nu gelijk... Ze heeft nog steeds contact met haar vader. En haar vader heeft nog steeds contact met haar moeder. ...married anymore, but they do still have contact. And I'm fairly close with my dad, so that's been really hard for me. I've had to set some very... Zij voelt zich nauw verbonden met haar vader. En dat is ook een issue. ...specific boundaries and... It's not something that has been, I don't think, well received by him or, of course, by my mother. So he brought up to me recently, he said, your mom wants to know if she's ever going to hear from you again. And I said, the point that I'm at is I'm moving on with my life, and no, like, I have to keep these very specific boundaries. They're working well for me. And it sounded like he was going to go forward and tell her something. I'm not exactly sure what he told her. I'm not super comfortable having him be the middleman. Yeah, precies. Zij zei, ik voel me niet comfortabel bij het feit dat hij de tussenpersoon zal zijn. De mediator. De middleman. Ja, haar vader zou moeten accepteren dat zij totally pissed off is. And that's it. Ik was ooit totally pissed off op mijn vader. Dat was het volgende voorval. We waren uitgenodigd in Almere, een stad hier in de polder, dienst. Bij mijn vader thuis. En hij woonde daar met zijn nieuwe vriendin, vrouw. En mijn oma, zijn moeder, die was er ook. Die was ook uitgenodigd. Die had hij opgehaald. En hij zou haar weer naar huis brengen. Van Almere naar waar ze woont, Bovenkerk, woonde. Dat huis is inmiddels gesloopt trouwens. Dat is toch echt wel 80 kilometer, 100 kilometer. En toen ik binnenkwam in die woning,
toen gaf mijn vader mij een hand van hallo jongen, ben je daar? Een knuffeltje of zo. En ik ruik dat hij gedronken heeft. Alcohol gedronken heeft. Waar hij dat bier had verstopt, ik weet het niet. En ik vond het niet zo leuk naar mijn oma toe. Zijn moeder. Want je moet hem nog naar huis brengen. En waarom suip je dan? En waarom suip je stiekem? Zet dan gewoon een bierfles op tafel en zeg... Ja, ik mag als ik niet bots... Dat is ook nog een keer zo, hè. Als jij botst en er zit maar een spoortje alcohol in je bloed... En van die opponent niet... Dan ben jij de lul, hè? Ook al zit je onder de 0,2 promiel... Toen werd ik boos op mijn vader, jongen. Oh. Onderhuids. Net als zij. Nou, toen heb ik mijn vader gewoon geshund. Geschuwd, op het Nederlands. To shun op zijn Engels. Want ik bel je niet meer op. Als ik weet dat jij in Apeldoorn zit, dan ga ik naar Deventer. Dan weet ik tenminste zeker dat ik jou niet tegenkom. Nou, daar was mijn oma achtergekomen. En mijn opa was inmiddels al dood. Daar heeft mijn oma trouwens geen traan over gelaten. Of wel? Ja, nee, wel heel ver. Nee, dat was precies andersom. Oh, sorry. God vervloeke mij. Ik haal twee dingen door de war. Schande over mij. Mijn opa was dus dood en mijn oma heeft er echt meer dan een jaar lang over gehuild. Echt verschrikkelijk. En toen was ze hersteld van die rouw. Ze was uit haar rouw gekomen en ze ging ze dus zitten in de stoel van mijn opa. Dat was echt best wel grappig, toen kwam ik in die woning binnen. En in plaats van mijn opa zat mijn oma daar. En ik zat op de bank en ik studeerde in Wageningen. Nee, ik was aan het werk toen. Ik werkte al. En ik had heel veel geld en mooie schoenen. Even een bezoekje brengen aan oma. Nou, en toen zei mijn oma tegen mij... Ik heb gehoord dat jij je vader niet meer ziet. Ik zeg ja, dat klopt. Die wil ik ook niet meer spreken. Ben ik klaar mee. Ik heb dat hele gedoe gehad met het gesuipen. Dus ja, kom op. Ja. En dan ook nog een keer... of je zet het gewoon op een suipen. En dan ben je er gewoon eerlijk in en open in. Maar een beetje stiekem gaan lopen suipen. Want ik weet precies hoe mijn vader ruikt als hij gedronken heeft. Ik kan het ruiken aan zijn poriën. En dan stiekem. Heb ik niet tegen mijn oma gezegd, maar ik gewoon gezegd, ja klopt. Het is over. Nou, toen werd mijn oma boos. En toen kreeg ik op mijn sodomieten. Ai. Dat is de eerste keer dat ik kwam mijn oma. En toen was ik dus al in de 30. Maar mijn oma was altijd, jongetje dit, jongetje dat, hallo hier, la 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 la. Altijd cola op tijd en stukjes tomaat met suiker erop en van die heerlijke komkommersalade en paling in het groen. En voordat ik naar bed ging, dan kreeg ik nog 2 boterhammen met hagelslag. En lekker met boter. En toen kreeg ik op mijn donder, jongen, zo. En toen zei ze tegen mij, jij gaat ervoor zorgen. Dat jij het goed maakt tussen jou en je vader. En ik vond dat een... ik vond het eigenlijk niet empathisch. Want ik had zoiets van, ja, hoezo ik? Dan moest ik weten wat die klootzak heeft uitgevroten. Zal ik je het verhaal nog eens vertellen? Van, ja, dat heb ik allemaal niet gezegd, hè? Mijn oma zei alleen maar, jij gaat het goed maken met je vader.
Nou, en toen had zij de wijsheid om, was ze 90 geworden? Toen ging ze dood. Ze vond het mooi genoeg geweest, zo vlak na haar verjaardag, als een gelukkig mens. Ze was een prachtig lijk. Ze was mooi bij leven en mooi bij lijk. Het was gewoon een open kist. Niks mis mee. En toen dacht ik, godverkut. Dat was geen scheldwoord, dat is gewoon een uitdrukking van hoe ik mij voelde, emotioneel. Want zij gaf mij die opdracht om het goed te maken met mijn vader. En ze gaat vervolgens heen. Dan blijf ik zitten met die opdracht. Het is mij gelukt om mijn vader te vergeven. En om mijn vader de hand te reiken. Het was eigenlijk best simpel. En wat ook later bleek. En dat is dan, dat noemen wij christenen de Heilige Geest. Het schijnt dus dat in die dagen dat het mij lukte om weer opnieuw met mijn vader in contact te komen. Dat hij was bestookt door de nieuwe man van zijn jongste zus. Zijn jongste zus was toen, ze is nog steeds een weduwe. Die had een oudere man. Die kreeg prostaatkanker, diagnose en die is dood gegaan. En die nieuwe man, die heeft tegen mijn vader gezegd, je belt je kinderen maar op. Je gaat maar contact maken. En ik was ook in dat proces. Dus ik kwam mijn vader halverwege tegen. Dat is waar zij ook naartoe moet. Want haar moeder is een kind van God. Haar punt is, het is echt een punt, dat mag je niet negeren. Maar zij verwachtte toen ze als kind geboren werd, dat ze wel een moeder en een vader zou hebben. En dat het goed zou werken. En wat zit je nou mee aan het einde van de rit? Ik heb mijn vader kunnen vergeven. En daar moet zij ook naartoe. Dan is ze gelijk van haar woede af. Want als je iemand vergeven hebt, mag je het nooit meer hebben over dat waarvoor je die persoon vergeven hebt. Dat staat allemaal in de Bijbel. So I don't like to involve him and stuff like that. She definitely does. Excuse me. Had a really bad allergies. So I think he told her something about me not, me being done and me not reaching out to her basically ever again. So since then, that was probably last week-ish. So since then, she's been ramping up her contact with me. She's really been trying to reach me. She created a new Facebook account that I don't have blocked because her regular one I have her blocked on. She created a new Facebook account to get in touch with me. She sent me an email being manipulative and asking me to reach out to her to say goodbye and that she doesn't think that that's too much to ask. And I automatically go into guilt. Like, I am bad. I am not okay. I'm not a good not a good daughter, not a good person. Goed, hè? Want dat is precies wat, als de liefde ontbreekt. Ik kan dit ook gewoon een uitzending noemen in het kader van liefde. Als je van die mensen in je omgeving hebt die liefde niet kennen. Die eten je leeg. En als je je daarvan bewust bent, omdat je zelf een liefdevol iemand bent. Hoe heeft ze dit voor elkaar gekregen om recht in de camera te kijken? Het lijkt fucking die VVD-vent wel. Die Hans, weet je die nou, die in Friesland
Die werd gouverneur van Friesland. Die leider van de VVD. Hans van... Nee, niet Hans van Mierlo. Die vent nou, die keek altijd recht in de camera. Maar dat was geregisseerd. Zij niet. Ze kijkt je recht in de ogen. En de vraag is of ze nog steeds alleen is. Als het antwoord ja is, dan ga jij gewoon 100.000 euro roven bij de Bank of International Settlements. En daar gebruik je gewoon een paar leuke ISIS-jongens voor. Want onder de ISIS-jongens zitten ook leuke jongens hoor. Dat zijn niet allemaal klootzakken. En dan geef je 500.000 euro aan die ISIS-jongens, want die hebben die tanks geregeld. Neem je 100.000 euro, neem je gewoon mee. En een hop op de trein. Basel uit. En haar WhatsAppen. Van baby, I am on my way. I'll be home next Monday. Please. Sounds out. Anyway, that's what's going on. I'm sorry, I'm trying to figure out where my thing went. Okay, there it is. Daar gaat ze weer, hè? I hope it's still recording. I'm sorry, I'm so bad at this, but... En zie je die wenkbrauwen? It's been awful. It's so, so draining to me. And even though I've set very specific boundaries and I have not spoken to her, any sort of contact that she has with me is, it exhausts me. And I mean, she knows my triggers. She knows my, she knows everything. She's my mom. She knows me. She knows everything. And she knows how to get to me. De moeder van mijn kind. Dat is een error. En mijn kind. Die. Wilde dat nooit accepteren. Toen kwam ze in haar puberteit. Mijn kind. Wat is dit weer? Een of andere. Oké, ga maar weg. Kwam ze in haar puberteit. En daaraan voorbij, in de puberteit begon het. Toen zei ze, kwam ze op een dag bij mij. En de afspraak tussen haar, mijn kind en mij. Is dat wij niet slecht spreken over de situatie. Ik heb die regel een aantal keren overtreden. En zij was zich daarvan bewust. Ik heb er een standje gekregen, ook van haar. Komt ze in mijn kamer. Ze heeft een eigen kamer hier. Totaal zijn eigen kamer. Die is vakant. Beschikbaar. Ze is 17 inmiddels. Komt wel goed. Die pelt haar, die peult haar eigen boontjes wel. Dat zou je moeten zeggen. Maar... Voor die tijd, toen ze nog bij mij regelmatig kwam, kon ze bij mij binnen en zegt ze echt met afhangende schouders. En ze stond gewoon recht op haar benen, ze ging niet eens zitten. Het verhaal moest er in één keer uit. En dan zei ze tegen mij, weet jij nog dat jij aan mij vertelde dat als je een ander zijn voornaam uitspreekt, dat je dan een hapje neemt van die ander zijn ziel? Ik sloeg stijl achterover. Ja, ik zat gewoon in mijn bed, want ik zit altijd in mijn bed of in de kroeg. Maar ik dacht, wat? Weet je dat nog? Want ik weet precies dat ik dat haar verteld heb. Nou, zei ze, zoiets had ik laatst ook tijdens het eten. Dat is een heel klein keukentje daar, een hartstikke leuk keukentje. En dan heb je een keukendeur en dan kan je met een trapje naar de tuin. Het is een schattig dingetje. De keukenraam is best groot en dan kan je van die touwtjes spannen en dan komen de mussen en de koolmezen. We hebben zelfs een huiswesp gehad en die at mee van het kattenvoer. Dat moet je ook maar hebben. In die webs zo naar binnen. Nou, tom, 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 van het kattenvoer. Ja, en die katten hadden zoiets van, ja,
laat maar zitten. En in dat leuke keukentje zat ze dus met haar moeder dan alleen te eten. En nou zei ze, het was zo gek. Haar moeder zei niks. Zij zegt dan mama of zo. Mama zei niks. En keek mij strak aan. En als ik maar even opkeek, dan zag ik die ogen zo. Maar ik had niks te vertellen. We waren gewoon aan het eten. En haar moeder keek niet naar het bord met het eten. Nee, haar moeder keek alleen maar naar haar. Van, wat zit je daar? En mijn kind vertelde dus, dat was precies hetzelfde als waar jij het over had, of niet? Draining of the soul. Het leegzuigen van de ziel. Veel te veel verlangen van je omgeving, van een ander mens, terwijl je zelf niks doet. Tot deze vrouw kan wat doen. Die mag morgen. Ja, maar het kan dus helemaal niet, want ze is veel te jong. Maar er zijn toch wel kerels die net zoveel mores kennen als ik. Lees je Bijbel. And she does, and she uses it against me, and she always has, and it's horrible. I mean, I'm grateful to have removed myself from the situation now, and I'm starting to finally kind of have stable relationships, and with that I mean family and friends. My romantic relationships are not stable at all, and I'm really not convinced that they will ever be. But I'm starting to have a really good and healthy support system, which I'm really grateful for. And it's, I don't necessarily know if it's triggering me more, but it's when I am triggered, because I'm triggered by her. She's the only one that can trigger me so intensely. Dat is ook iets heel belangrijks. Zij keek net naar haar linker hersenhelft. Dus voor ons uitgezien naar rechts, hè? Ik hoef hem niet terug te halen, want dan hoor je, dat is veel te flauw. Elke keer, als je goed opgelet hebt, elke keer als zij zich probeert te herinneren, dan gaan haar ogen van ons uitgezien naar rechtsboven. Haar ogen kijken dan naar haar linker hersenhelft. Het is een teken van gezond denken. En als iemand naar rechtsboven kijkt, dan kijkt hij naar zijn fantasiewereld. Zij heeft het niet over fantasie. Zij heeft het over wiskunde en rekenwerk en rekening houden. En she is gonna bite your balls off one day. Dit soort vrouwen heb je dus nodig. Hè? Ze zijn er niet bij Bosjes te koop. Dat is er. Maar die van mij, she can bite your balls off also. Eerlijke vrouwen. Moet eens kijken naar die ogen, man. Moet eens kijken naar dat ondergebit. En die mooie urkes. And I haven't had contact with her in over 3 years. So now that she's kind of ramping it up, I've heard from her more this past week than I have in the last 3 years. And it's, I've had some really strong reactions to it. A lot of other things are going on. I finally did quit smoking weed, and this is my 14th day clean off weed. I am sitting here drinking a glass of wine, so, you know, not sober completely, but I'm off weed. Yeah. There's that. I was, what's it I net day? To quit smoking. What's it net day? Was het net alsof ze botox lippen had? Ze kan haar lippen dun maken en dik maken. Jeetje. 3 day. For a good
solid period of time. So I knew that that was something that I wanted to stop. Hopefully someday I will be able to have a social recreational relationship with it, but I might not. I'm definitely not there yet. I'm going to give it some time. But so much is coming up for me as far as like shame goes, because... Oh, nu kan je het ook zien. Die... Ik ga hem niet terughalen, want ik wil dat ze helemaal uitpraten. Maar het is vooral haar de rechterkant. Ik heb dus problemen met mijn linkerkant. Daar zitten altijd mijn puistjes, mijn vratten, mijn van alles. Ja. Maar zij heeft die frons aan haar rechterkant. Het is een... Ze vindt het moeilijk, dat zou ik zeggen, personality commentary, moeilijk om te geloven dat Christus Jezus van haar houdt. De situatie is zo goed als uitzichtloos. I was numbing it for so long with weed. And I'm feeling like my core is empty and also filled with shame. Like it's just, I feel like the shame radiates off me. And I call it the shame rage spiral. And the shame rage spiral. Is niet zo'n mooie fout hoor, maar nee, laat het toch maar even staan. Shame rage spiral. Schaamte. Woede spiraal. Dat heet de chaos. Hè? Die heb je helemaal niet nodig. Hoor. Want de Heere God heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. En wij kunnen, gadverdakkie, alles dus. En zij heeft dit ding met haar moeder. Zij is 29. Ja. Je moest eens weten hoe boos ik was toen ik 29 was. Daar kan zij nog een puntje aan zuigen. Toen had ik op mijn 29ste niet de moeite genomen om zo eerlijk op te biechten hoe boos ik was. Zij ligt mij dus 3 jaar voor. En daar ben ik blij mee hoor. Ik hou van rationaliteit. Zelfinspectie, anyone. Zij is zich bewust van de chaos van binnen. Dat is mooi. Ze woont in Chicago. 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 Zij woont in Chicago. Ja, ga er maar naartoe. Breng haar een bos rozen. En niet op mijn kosten natuurlijk, want ik ben 57. En, ik zit mijn pensioen al op te eten. En uit te zoeken naar een of ander houtkotje. Met een houtkachel. Dus ik heb haar niks meer te bieden. Maar jullie toch wel? I am ashamed of myself. And then I rage. And I just lash out at anyone that is around me. And this time it was my dad. It makes sense. That's what I learned. That's how I learned to deal with my problems. And then I'm ashamed again. I feel terrible because I'm not that type of person. I'm not a hateful, spiteful, angry person. I mean, I do have a lot of anger, but I think that I... Ja, het is toch ook terecht dat ze boos is? Wat is het nou van ons? Zij zit dan op therapie. Hè? Heeft ze net verteld. Hè? En dan... Wordt ze dan geconfronteerd met die spiraal van schaamte en woede, moet je denk ik zeggen. Schaamte en jezelf afreageren. Maar daar gaat het helemaal niet om. Zij moet die ouders gewoon vergeven. Niet zoveel verwachten van je omgeving. Er is maar één iemand waarmee je een relatie kan hebben. En dat is de Heere Heren.
En dat doen we gewoon via het dogma. Hoor je dat? Dogma. Van Christus Jezus. Klaar. Zij moet zich gaan verdiepen in de parabel van Christus Jezus, want die zijn heel goed. Ik wou bijna weer een vies woord zeggen, maar die zijn heel goed. Dat is dat de Heere Heere, die zaait. En je hebt zaad en het deugt gewoon helemaal niet. Nou, daar heeft hij helemaal niks aan. Maar dat kan hij ook niet weten. Dat kan hij niet weten. Je hebt een hele hoop zaad. En wat zal uitkomen? Ja, weet jij het. Stel, je komt uit als zaad. Zoals deze vrouw. Waar ik haar van betichtte. Echt een geweldig iemand. Als je haar maar een haar krenkt. Moet ze mij even WhatsAppen? Krijg je billenkoek. Op zijn Mohammedaanse. En dat goede zaad, dat valt ook, net als het slechte zaad, overal. En Christus Jezus, die maakt onderscheid dus tussen drie plekken waar je kan vallen. Jij kan als goed zaad vallen in de vruchtbare grond. You are a lucky mofo. Of je valt tussen de distels. Aan de rand van het weiland. Of het is nog erger. Of minder erg, dat weet je ook niet. Dan val je op de weg. Nou, tussen de distels kom je niet omhoog. Want dat zijn snelgroeiers. Ze nemen niet alleen het zonlicht weg. Nee, ze zuigen ook alle nutriënten uit de grond. Distels, dat zijn hardlopers, dus doodlopers. Oftewel onkruid. Dat gaat nooit wat worden. Je kan ook op de weg vallen. Nou, en dan komt er een vogel langs, een merel of zo, van een Vlaamse gaai. En die denkt, jappie! Er zijn verhalen bekend dat bepaalde plantensoorten, die eerst alleen maar in Indonesië waren, daarna dus zich verspreiden. Ja, die plantensoorten verspreiden zich via pitjes of zo. En dit zijn, ja precies, dat zijn planten met vruchtjes. Ja, dan loopt het goed af. Maar als jij als zaad opgegeten wordt, en ben je tussen de distels gevallen. En wat gaan we dan doen? Wel, begrijp goed dat de werkelijkheid die ik zie, die jij ziet en die zij ziet, dat is alleen maar de objectieve werkelijkheid. Je subjectieve werkelijkheid, zoals jij dat ziet, die is er ook om. Christus Jezus heeft gezegd, wie mij volgt, wie mijn discipel is, die dat in één keer snapt. Je moet er doorheen breken. Net als met een ei. Hoppakee. Of met zwemles. Je moet gewoon duiken. Met je kop onder water. Als je dat snapt, dan verander je in stand aan. Onmiddellijk. In een lam omringd door wolven. En ga geen vriendjes maken met de wolven, want ze wachten alleen maar tot je dik genoeg bent.
En dan word je opgegeten, net als Hans en Grietje bij vrouw Holle, zo. En die struggle heeft zij. Ze wordt van alle kanten wordt ze aangesproken op haar gedrag. En, kan je dit wel, kan je dat wel, je bent boos geworden. Maar de mens is gewoon super geïrriteerd. En waarom, pourquoi? Pa. Heeft zij ooit iets fout gedaan? Heeft tatoeages laten zetten. Oh, is dat tegenwoordig de grootste zonde? Nou zeg. Manage it very well, usually. And basically I had the conversation with my dad. Well, it wasn't really a conversation. It was more me yelling at him. He's pretty impaired himself. He's got a lot more, what's the word I'm looking for? Impaired. Dat betekent gehandicapt of zo. A lot more potential than my mother does. He's got a little bit more self-awareness, but he's very cut off emotionally. Obviously, he was married to a severely borderline narcissistic histrionic woman for 23 years and put up with her abuse. And I remember specific... Okay, dus heb je het volgende probleem? Dat die moeder, die heeft de liefde niet. En deze vrouw wel. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Je mag me... Nu ga ik eventjes grof worden. Je mag mijn buik opensnijden. Je mag mijn darmen op mijn tenen laten hangen. Je mag mijn penis frituren en opeten met een goede saus. En fijne, harde, witte Belgische uitjes. Een goede mayonaise. Pittige ketchup. En ik zou zeggen, wat van die zure pepers erbij. Dat maakt het echt af, hè. Voor mijn ogen, terwijl ik doodbloed. Als ik lieg, dan ben ik echt verdoemd en mag je dat gewoon met me doen. Als ik het al mis heb met deze vrouw, ja, stuur me dan maar gewoon een of andere Cyclon B-kamer in, want dan heb ik het mooi fout gehad. Ik heb gisteravond gesproken met iemand en ik zei tegen hem nog, hij zei tegen mij, hey, meesterschaker. Dat zei ik tegen hem, ja, ik heb het laatste potje verloren. En hij ging lachen en zei, nee, je hebt de alle drie potjes verloren. Dus als ik ook deze vrouw niet goed in de gaten heb, ja, voer me af, man. En een beetje genadig, weet je, niet eerst martelen of zo. Voer me af. Take me away. Ik geef mijn leven voor haar. Times when she would be definitely verbally abusive to him, but also physically. Anyway, I go on tangents. But so I talked to him and I was just livid. I said a lot of things, but one of which was, why would you have a kid with a person like this? I'm fearful. I'm so afraid of her. And, you know, he's kind of always brushed it off like, this is, oh yeah, she rules with fear. And, you know, when I was a kid, it was like... Zij vroeg aan haar vader, waarom heb je mij gemaakt met een vrouw zoals dat? Waarom deed je dat? Oh, okay, yeah, I'm terrified of my mother, but now that I'm an adult, it's like, that's fucked up. You have a child who's afraid of their mother, and you don't do anything about it? What's wrong with you? I mean, and I said a lot of that. I'm like, you still have contact. Hier kan ik helemaal met haar inhaken. Want toen ik geboren werd, woonde ik eerst bij mijn grootouders. 3 jaar lang, 4 jaar lang ongeveer. En toen gingen
gingen mijn ouders zelfstandig wonen. Maar toen begon het gesodemieter. Toestanden, man. En mijn vader, ik was toen 6. Mijn vader had genoeg van die ruzies. En mijn vader was een hele getalenteerd iemand. En professioneel kon hij echt de Franse keuken. La cuisine de la France. En mijn vader kende al die kookboeken. Dus als hij in een of ander duur restaurant kwam, ja, dan hoeven ze alleen maar te zeggen, ja, wil je dit, wil je dat? Oh, dat wist hij allemaal aan zijn hoofd. Ja, en die fijne pa van mij, die nam de kuierlatten toen ik 6 was. Die had genoeg van het gezeik. En mijn moeder was ook echt, in die tijd, Wedgwood servies bijvoorbeeld. Het allerduurste servies wat er maar was, dat moest er komen. En had mijn moeder ook een regel van, ja, we eten altijd van de borden waar scherven af zijn. En ik dacht toen al van nee, we eten van de borden die nog heel zijn. En als alles allemaal scherven heeft, ja, dan flikken we die hele porseleinen meuk van de familie Wedgwood. Dan spel je WEDGWOOD. Flik je allemaal weg. Maar goed, mijn vader was dus weg. En het leuke was dat dat feit, dat heb ik helemaal niet geweten, bewust, totdat ik 28 werd. Zat ik met mijn oma op de bank. Mijn oma zat in de stoel van mijn opa en ik zat op de bank. En dan vroeg mijn oma, weet je dat jij in de steek gelaten bent door je vader? Toen zei ik, ja, dat weet ik. Ja, zei mijn oma. En wanneer was dat dan? Nou, zei ik, toen ik 10 was. Nee, zei mijn oma. Dat was de tweede keer. En dat weet jij niet meer. Zo gaat dat. Zijn beschadigde. Ik heb dus ook een beschadigde geest. Ik heb een stuk van mijn jeugd, alle herinneringen eraan, dat heb ik gewoon in een vuilnisbakzak gedaan. Daar heb ik een strik om de dinges en ik heb het weggeflikkerd. Ik weet daar helemaal niks meer van. Niet zo tof, hè? Dat heet ouderlijke verlating. Toen ik 10 was, weet ik nog dat ik naar school liep. En ik liep, we kwamen allemaal zo'n beetje tegelijkertijd. En er was ook dat ene meisje bij. Dat was een blond meisje trouwens. Ze woonde aan de Lindenlaan. Een heel mooi huis. En ik wist dat mijn vader weg was. En je had nog een mooie schooldag voor de boeg. Maar ik kon dat mooie meisje niet aanspreken. Want mijn vader was weg. En waarom zou je iemand opzadelen met een persoon, te weten ik, waarbij de familiesituatie niet deugt. Je schaamt je. En ik heb gevochten. In die tijd, ze zaten me al langer te treiteren. Maar toen mijn vader pleiten was, toen. Heb ik gevochten. Dus ik heb heel veel respect voor deze, voor de woede van deze dame. Want die woede, die had ik ook. Tegenwoordig ram ik niemand meer voor zijn bek. Ik zeg ze wel gewoon wat ik denk.
je maakt me uit voor oude rotjood of brillenjood. Dat is echt water onder de brug voor mij. Dat maakt mij erg gevaarlijk en vervelend. Vooral als ik, moet je niet, na twee jenever begin ik vervelend te worden. En na acht jenever, dan denk je echt van, zou je alsjeblieft liever 50 kilometer dan 5 weg. Zo beert. Ik ben een fucking kind van God. Ik heb mezelf niet geschapen. En jullie denken dat jullie afstammen van de apen. Van de bonobo's. Ja, dat is... Het gaat hem niet helemaal worden, mensen. Hè? Laten we verder luisteren naar deze dame. Her. And... You know, why? Which now that I'm like thinking more rationally, it's just like, that's not my choice. That's absolutely his choice. He can have contact with her. I need to be the one to set very specific boundaries with it and say that I want nothing to do with her. And I want her to take no part in our relationship. And I do not want you to talk to me about her. And I. Zie je weer? Dit is wat ik bedoel, hè? Ze gaat met de ogen voor haar naar links. Dat is precies zo met de moeder van mijn kind. Ik mijd gewoon contact. Mijn dochter weet het ook. En ik weet nog een keer dat ze me belde. Van ja, mijn dochter zou gewoon muziek spelen. Muziek maken. Als drummer. Hier vlak in de buurt. Ik ga maar 400 meter lopen. Zo. Dat had ze aangekondigd. En ik dacht al van, nee. Want er komt haar moeder ook langs met haar vriend. Het geeft zo'n vreemde spanning. Dus, ja, dat had ik echt geen zin in. En mijn dochter die voelde de bui al hangen, denk ik. Dus die belt me op en die zegt, pap, vanavond is het optreden. Je komt toch wel? Ik haar het probleem uitgelegd. Dan zei mijn dochter, je moet niet zo zeuren. Want haar nieuwe vriend, een beroemde muzikant hier in Arnhem, voor zolang die gesubsidieerd wordt, die is er niet bij. Dacht ik, oké. Nou, ik heb mij bezig gehouden om mijn dochter te filmen. Ik heb mij bezig gehouden om bier te bestellen. Of rode wijn. Dat weet ik niet meer. En dan buiten te zitten en nog een checkje te roken met wat wiet erin. Heb ik tegen mijn dochter nog verteld dat ik het optreden geweldig vond. En het enige wat ik gezien heb is de rug van haar moeder. Want zo slim ben ik wel. Ik weet precies hoe ik mij moet moven om haar niet in de ogen te hoeven, te mogen, te kunnen, te moeten kijken. Ik kan dwars door iemand heen kijken. Is je dat? Heb ik geleerd van mensen in mijn omgeving. Dan zat ik in. Dan gaan ze dadelijk weer naar haar luisteren. Maar dit is een leuk verhaal. Over je dasein. Ik zat met een collega van mij te overleggen in het voormalig officierscafé. En ik zat met mijn rug naar het raam. En dat is een heel mooi taartpuntje. Hele mooie ruitjes ook. En ik was aantekeningen aan het maken. En ik kijk naar mijn collega van, wat vind jij dan? En ik zie zijn ogen gewoon van, vanaf mijn rechterschouder naar mijn linkerschouder gaan. En ik dacht gelijk, ja, jij kijkt mij niet aan. Nou, die collega in kwestie, en die kijkt dan geen porno en die doet er niet aan masturberen. En tegen hem heb ik gewoon wel gezegd van, zou je de volgende keer dat je naar de kroeg komt van tevoren even willen yankie, een aarsdildo of zo.
Want achter mij liep een vrouw. En die moest hij eventjes bekijken. Ai, 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 ai. De goede vorm daarvan is dat je door die afwezige mensen, daar kan je dwars doorheen kijken. Het zijn in die zin kwallen. Je hoeft er geen verbintenis mee te hebben. En haar woede, die moet ze ergens op richten. En ja, wat moet je daarmee doen? Velen. Met die woede kan je ongelooflijk veel doen. Vooral als je er nog zo goed uitziet zoals zij. Door wat wel wakker. Waar luisteren we naar haar? I do not want you to talk to her about me. So, anyway, I'm going off on tangents, but yesterday I was feeling really fearful. Like, my anxiety was really heightened, and I think that this has a lot to do with her reaching out to me, also quitting weed, cold turkey. I've started seeing clients recently. I'm a mental health professional, so I've started seeing clients recently, and I just think I've been, a lot is coming up. I'm overwhelmed, I'm overworked right now, and I feel like I'm at my wit's end. And especially with my mom, it's just like everything is ramped up. I get super triggered. So I was actually fearful. I was feeling super fearful for my safety yesterday, because I kept thinking, I know the next, and I've thought about this for the last like 3 years that I've been in Chicago. It's very, very likely that she'll show up here someday at my work or at my school, or hopefully not at my home, but there's definitely a possibility. And I was feeling, not only was I feeling fearful that she would show up, but I was feeling fearful that she would show up and specifically kill me. Ik kan me dit heel goed voorstellen. Dit is geen rare emotie. Het is gewoon een normale emotie. En hoe moet je daarmee omgaan? Dat je bang bent voor je eigen moeder. Ik ben bang voor de moeder van mijn kind. Ik ben echt bang voor. Je doet de meest gekke dingen. Dan kan je met zo'n vrouw naar relatietherapie gaan. Heb ik ook gedaan. Je moet toch wat. Iedereen lacht je uit, maar je moet toch wat. Ik had het geld. En het verandert helemaal niks. Dan reden we terug van relatietherapie en dan zei die moeder van mijn kind: wat een onzin, zeg. Wat zit die vent te lullen? Ik ben een uur bezig om ervoor te zorgen dat zij in het gebouw komt. En dus ook een uur bezig om ervoor te zorgen dat ze weer thuis komt. En het uur daartussen, dat kostte mij 90 euro. 200 gulden. Ik ben bang van haar. Gewoon bang. En het grappige was, toen ik dat een keer uitsprak, dat was gelukkig bij de relatietherapeut, dat ik dus zei, ik ben bang op zo'n moment. Ik vertelde een anekdote, het was een andere anekdote. En de therapeut vroeg aan mij, van, wat was je gevoel dan? Nou, ik heb analytische therapie gehad in Wolfheze, dus ik kan overschakelen naar mijn gevoel. Ik weet precies het verschil tussen irritatie en verveling. En de rest van de gevoelens natuurlijk ook. Verdriet en woede. De
Heb je nog meer van gevoelens? Angst, bijvoorbeeld. En toen zei ik tegen de therapeut waar de moeder van mijn kind bij was, dat ik op dat moment angst voelde. En toen vloog die moeder mij aan. En de therapeut moest razendsnel opstaan. En haar tegenhouden. En aan haar zeggen van luister, wij zitten hier in onze stoel en we praten. Dit is niet de boksvereniging. Nou, voor zo iemand ben ik bang. En hij werd dus ook bang van haar. Dus er zijn heel veel momenten geweest dat ik dus over dingen begon die gewoon echt gebeurd waren. Haar vriendin had een boormachine nodig. Die heb ik uitgeleend. Dan kreeg ik dat ding terug. En een paar weken later mis ik een onderdeel. Dus ik zeg tegen haar, de moeder van mijn kind, dat onderdeel dat zat erin voordat het naar die vriendin van jou ging. Het rijmt, hè? En nou niet meer. Ik wil dat onderdeel terug. Dat moet ook terug. En toen zei die therapeut tegen mij, oh, nee, laten we dit maar overslaan. Want van dat soort voorvallen had ik er wel 30. Bij de HAVO-diploma uitreiking van mijn kind was het onvermijdelijk dat ik die moeder weer zou zien. Daar zag ik erg tegenop. Dus ik heb mij stevig volgesopen van tevoren. En ik heb zo goed als de hele avond mijn mond gehouden. En haar in de gaten gehouden ook. En telkens als er een paal was en nog een andere stoel waarop je kon zitten, dan zat ik daar. Ik ben gewoon bang voor haar. Ik vertrouw haar voor geen meter. I've always feared her. I remember times when I felt fearful of my own safety around her. One specific time was when the last time that we spoke, the last like huge blow up that we had, we were traveling in Spain and she, we were arguing and we went down like a quiet, like road alley sort of thing surrounded by buildings. And I specifically remember the feeling of like, she could totally do something to me right now. Like she could kill me or she could hit me or something and or beat me up and leave me for dead or something. Like I just remember feeling fearful. And I got that feeling yesterday, just about she could show up here because I can totally see something happening. I can totally see her having a break from reality and saying, if I can't have her, nobody can. And the fact that this is like, she's gotten confirmation that our relationship is over, period, done. I'm not. Ik heb hier een anekdote over te vertellen. Ik ben gescheiden in 2009. En ik had natuurlijk geen andere woning. Zo gaan die dingen voor mannen. En in 2010 kreeg ik een eigen woning en die was helemaal leeg. Geen kachel, helemaal niks, maar wel muren, ramen. Leuk. En mijn dochter, die zat dus bij haar moeder nog steeds. Een verschrikkelijke periode. Mijn dochter was angstig.
En haar moeder, die... Wat zou ik net zei, van... Ik ben er bang voor dat mijn moeder mij vermoordt. Dat heeft de moeder van mijn kind gedaan. Ik heb daar met mijn neus bovenop gestaan. Fractioneel de ziel vermoorden. Dus beetje bij beetje. Nee, je mag niet op keyboardles. Nee, je mag niet op drumles. Nee, je mag niet een patatje eten na het zwemmen. Dat is het vermoorden van de ziel. Dat is Satan. En die mensen die dat syndroom hebben, die gewoon echt geen Bijbel lezen, en ook niet eens een begrip die ook... Kijk, ik ken mensen die gedragen zich alsof ze de Bijbel gelezen hebben. Meestal zijn dat ex-katholieken. Ex-katholieken, zei ik. Hè? Die noemen zichzelf vaak atheïst. Zij denk ik ook. Maar die mensen gedragen zich zedelijk. Rekening houden met elkaar. En zij wordt geplaagd door die moeder van haar. Eigenlijk bijna weer een vies woord gezegd. Door die moeder van haar. En die blijft maar aandacht zoeken. Nou, mijn dochter, na die scheiding, kreeg ze van mij 3 dagen in de week eten. Nou, mijn vader, heb ik jullie verteld, was een goede kok. Ik ben niet zo'n Franse keukenprinses of zo. Maar ik flans altijd wat in elkaar. En op tijd. En een beetje drinken erbij en een toetje. Ik eet geen toetjes. Maar die kinderen vinden dat lekker. En mijn dochter die was gevraagd door haar moeder om op tijd thuis te zijn. Want tussen 6 en 7 zou er gegeten worden. Nou, mijn dochter is netjes om 5:30 thuis. 6:15. En er gebeurt niks. En om 8:15 begint haar buik op te spelen. En mijn dochter, die heb ik dus leren koken. Ook nog een keer. Kijk, pasta is heel makkelijk. Eerst water aan de kook brengen. Met rijst is dat anders. Ik heb mijn dochter leren wokken. We hebben samen sushi gemaakt. Nou, dan gaat mijn dochter dan om 7:45 maar de keuken in. En doet wat kasten open om te kijken of er wat te eten is. En dan komt haar moeder om 9:30 thuis. Dit heb ik allemaal van mijn dochter. Ik woonde op de Rodenburgstraat. Dit heeft ze afgespeeld op de Spijkerstraat. En dan komt die moeder thuis om 9:30. En mijn dochter die zat lekker tv te kijken. Die had haar huiswerk al gemaakt. En die moeder komt binnen denderen. Die had altijd van... Deng, 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 deng. Dat iedereen weet dat zij eraan komt. En die mept de deur open. En die brult van de tv uit. En ga de oven aandoen. Want we gaan... pizza had ze. Van die kant-en-klare pizza uit de supermarkt. Nou, Dina, heel gedwee. Naar de keuken, doet de oven aan, doet eerst de tv uit, want wat de moeder boos. Dan de oven aan en gaat aan de keukentafel zitten. En de moeder die begint die pizza's uit te pakken. En Dina zegt, eentje is genoeg. Hoezo, zei de moeder. We zijn toch met z'n tweeën? Ja, zei Dina, mijn dochter. Ik heb al gegeten. En dan andere keer vertelde ze me dus ook uit vrije wil. Want van die ene keer wist ik het.
Ik wist dat er wat aan de hand was. Dus heb ik er over doorgevraagd, van hoe liep dat af? En ik had er aan de telefoon gehad over iets anders. En ik hoorde dus van het een en het ander. Dus toen wilde ik later het naadje van de kous weten. Nou, uit haar eigen wil vertelde ze mij, dat was dan toen 3 maanden later of zo. Dat is inmiddels nog 3 keer gebeurd. Ik zeg, ben je dan niet fucking maat? Nee. Dus zij is gewoon zo. Daar kan je gewoon helemaal niet op bouwen. Je kan er een afspraak mee maken. Dat maakt helemaal niet uit. Ze houdt zich er toch niet aan. Beter maak je helemaal geen afspraken met haar. En dat die mensen je allemaal lastig vallen. Oh, mijn dochter ook een keer. De zomervakantie was afgelopen. En de laatste week die zou ze bij de moeder doorbrengen. Komt ze naar mij toe. Als helemaal van die tassen en zo. Hartstikke zielig. Die arme gescheiden kinderen. Iedere keer met die tassen heen en weer lopen. Omdat die moeders knettergek zijn. Daar komt het op neer. Mama is knettergek. En jij gaat gewoon 2 keer per week. Ga jij met hele zware tassen naar die klootzak. Was het einde van de zomervakantie en ze moest terug naar de moeder. En het was een woensdag. Ze komt ze naar mij toe met van die afhangende schouders. Zegt ze, nou, dat is ook wat. Ik moet vanavond om 9 uur naar bed. Ik zeg, wat? Ja, ze zei, ik snap het ook niet. Want het was hartje zomer. Ja, dat was einde van eind juli of zo. Je moet om 9 uur naar bed. Ook een andere. Mijn dochter die begon het langzamerhand te snappen. Die heeft ook een keer tegen mij gezegd van, goh pap. Mama doet eigenlijk helemaal niet wat ze belooft. En ik tegen haar van, ja dat klopt. Tenminste, die ervaring heb ik. Hè. Ik zei, ja. Nou, ze moest naar de moeder toe. Ik wilde verder niet zeuren en ik wilde eventjes, ik liep met haar naar buiten. En zij ging op de trappen van de fiets staan, want de afspraak was, we lopen op tot aan de hoek van de straat en dan gaat zij lekker zof, 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 zof op de fietsen. En ik loop wel de binnenstad in. Nou, we lopen nog even samen op. Nee, zij stapt op haar trapper, zo was het. En net voordat ze ging rijden, zei ze, en trouwens, ze doet helemaal niks. Op beide opmerkingen heb ik niet gereageerd. Stilgestaan bij het feit dat het een hele mooie avond was. Ze zou op tijd thuis zijn, dus geen gezeik met de moeder. En dan morgenavond ga je filmpje kijken bij je hartsvriendin. En voor de rest niet zeuren. Doing it anymore, I'm not reaching out, I'm not... you know, responding to her, we will not have any relationship. Now that that's happened, I feel like it's much more likely that she will come and show up. I don't feel as fearful today, but who knows? I mean, people don't think they're going to die until they die. So I don't know. Maybe I'm being very paranoid, but I think the point is that if you are The point is that I'm afraid. I don't think anybody should be afraid of their own parent, especially physically. Like, you should not feel fearful for your own safety or your own life. Dat is ook een hele leuke anekdote. Mijn dochter die was dan op maandag en dinsdag bij mij. Op maandag sliep ze dan bij mij. En dan eens in de 2 weken. Het weekend. Kan je uitrekenen hoe vaak je dochter bij je slaapt. 2 keer per week. En ik vond ze weer iets tanden poetsen. Dat is een mooi ritueel. Dat blijven we gewoon doen. En toen kwam het moment dat ze in de eentje ging tanden poetsen. Dat was al een beetje
13, 14 of zo. Dan hoeft papa er niet meer bij. Dan hoef je het niet meer voor te noemen. En zeiden ze met een tandenborstel in de mond. Een beetje schop, schop, schop. En ze komt zo, ik was me iets aan het doen in de gang. En ze komt zo halverwege de badkamer uitlopen. En begint me toch een bit, ja, een sequentie van woorden. Dat ging van, wat? En ik vraag aan mijn kind, klopt het nou net dat je dat zei? En zei tegen mij, ja. Mijn hart sloeg over. Hè? Ik zeg, maak jij je zorgen? En zij zei, ja. Ik zeg, dan krijg je een schop voor je kont, als je dat serieus meent. Want dat gaan we even lekker niet doen. Goed begrepen, kind van God. En anders dan word je maar Mohammedaan. Met een burka aan. En dat is minder dan... ik zou dat dus niet doen, maar... Ik wil niks katholieks propageren. Laten we verder luisteren naar deze fantastisch mooie vrouw. And that's the thing that's really bothersome to me. And it actually really pisses me off. Like, why? I mean, why? I really struggle with, like, why am I here? Like, why did these people choose to have a child? Both of these people are so clearly impaired. And they brought another person into this world. And now this is what I have to deal with. I have to deal with shame. I have to deal with fear. And I feel like there's absolutely no escaping it. Zij zei net, ik heb zoveel te maken met schaamte en angst. Dat ik niet meer weet waar ik het moet zoeken. In het Oude Testament staat. Ik ga niet mijn Bijbel erbij pakken, dat vind ik veel te zonde. Ik kan het wel doen hoor, maar we laten haar mooie gezicht naar ons kijken. En als je haar niet kan krijgen, omdat je te weinig geld hebt, dan zoek je er maar eentje op die je wel kan betalen. Maar wel deze kwaliteiten. In het Oude Testament staat, alhoewel ik loop door de vallei des doods. Want iets anders is het niet. Alhoewel ik loop door de vallei des doods, de Heer glijdt mijn hand of zo. Ja, zo is het. En je moet, zij moet naar de vergeving toe voor die mensen. Het vervelende is dat die mensen haar continu lopen pesten. Dat is wel leuk dat je dan kan zeggen van oké, alles wat je afgelopen maandag hebt gedaan, daar hebben we het niet meer over. Maar komende donderdag ga je weer lopen zeuren en je knibbelt van mijn ziel. Kortom, je bent me aan het vermoorden. Jij doet iets wat in de 10 geboden absoluut verboden is. Gij zult niet moorden. En kan je het over hebben van of het dat moet doden zijn of moorden. Maar wat hier, wat met haar gebeurt, dat is het vermoorden van de ziel. Fractioneel, stukje bij stukje. En zij vecht zich in als een of andere haring omringd door piranha's. Dat is mijn persoonlijke oordeel. Als je daar niet mee eens bent, stuur maar een e-mail. I cannot escape her. And I never will be able to. Until she's no longer here. And I also truly believe she's probably going to live forever. Because that's just my luck. So I think that's it for tonight. I'm going to finish my glass of wine. That's a little update. I will try to do these more often. I think that it's a great way for me to just talk about my shit. And I've gotten some really good feedback. So I really appreciate it. And I hope you guys watch again. Maybe next time I'll try to do some like book recommendations that I really enjoy. I've been reading... For a long time, I've been reading books about borderline, but there's a couple specifically that I really love. So,
Stay tuned. Take care. Be safe. Put yourself first. Mooie. Kom, pauze. Ja, ja, ja. Dit is een goede pauze. Oh, fuck. I did it right. Wat zei ze nou als laatste? Daar schoot ik echt van in de lach. Kom op. Het is echt zo. Als je, maar ze heeft wel aan de rechterkant. Maar dat kan ook het licht zijn hoor. Aan de recht, nee, aan de linkerkant zit de jukman ook hoog. Ja. Wat een beauty. Hè. Echt een schatje. Mij niet waard. Toen ik zo oud was als zij, was ik een e-hole. Pain in the ass van mijn omgeving. En ik moest echt op psychotherapie en dan moet ik allemaal klappen krijgen. Toen trok ik een beetje bij. En daarna werd het alleen maar erger. Maar oh, 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 wat een eerlijke getuigenis. En wat mooi dat ik haar dan mag zien. Dan terug naar Arthur Schopenhauer. Hè? Waarom dit de rectificatie is. Arthur Schopenhauer heeft dat werk geschreven. Er is geen mens die deugt. Nee, geen vrouw, sorry. Geen vrouw die deugt. Daar stond hij expliciet bij stil. Dat is een existentiële, dat heb ik in de vorige uitzending niet goed toegelicht. Het is een existentiële uitspraak. Dat is een andere uitspraak dan de uitspraak vrouwen deugen niet. Snap je het verschil? Er is geen vrouw die deugt. Er is geen X. Waarvoor geldt? Haak je open. X is vrouw. En, dus dan moet je een conjunctie maken. En dan dx, het deugt. En dan haakje sluiten. En dan een negatieteken ervoor. Zie je het voor je? Dus negatie, er is geen vrouw die deugt. Dat is een existentiële uitspraak. Arthur Schopenhauer had geen internet. Had hij deze beep gezien? Zo dat ik net al. Dan hadden we 5 kinderen gehad van Arthur Schopenhauer. Ja, dat maakt mij niet uit dat Arthur Schopenhauer zoveel kinderen had gekregen. Hoe meer, hoe beter. Arthur Schopenhauer had geen internet. Hij heeft trouwens, er is opgetekend van hem, dat hij op latere leeftijd, dan liet hij een buste van zichzelf maken. Ja, hij was een aristocraat, of weet ik wel. Maar dat maakt ook niet uit. Hij had geld genoeg en ik, kom op, ik smijt het ergens tegenaan. Arthur Schopenhauer is niet lelijk doodgegaan. Kepler trouwens ook niet. Maar die is wel vernacheld, maar ja. En op latere leeftijd liet hij een buste van zichzelf maken door een vrouw. Dat was waarschijnlijk net zo'n vrouw als deze. En toen kwam hij dus terug op zijn uitspraak, er is geen vrouw die deugt. Dat heeft hij op latere leeftijd echt ingetrokken. Want hij had er één ontmoet. Zo heb ik ook deze vrouw ontmoet. Die veel te mooi is voor mij. Veel te jong. Om nog maar te zwijgen over het feit dat zij in Chick a Go woont. Waar ik helemaal niet wil wonen. Doe mij maar de IJsselmeerpolder. En haal zo'n meisje maar eens hier naartoe. Ja, dat doet ze ook niet. Kortom, onbereikbaar. En dus, helemaal je dat. Kan je eindelijk een vrouw prijzen, hè, zonder dat er iets kan gebeuren. En trouwens, dat kussen wat erachter ligt, dat kussensloop. Zo'n kussensloop had ik ook.
En dat kleedje aan de muur ziet er ook niet stom uit. En die tatoeage, ook niet. Dus als je dan toch een tato wil, dan maar iets betekenisloos. In plaats van de naam van je vorige echtgenoot. Daar kan je spijt van krijgen. Heel mooi om erbij stil te staan dat er mensen onder ons zijn die zijn zoals zij. Ze kan haar stem laten variëren. Ze kan met haar stem helemaal de torso in en dan krijgt ze die mooie Margaret Thatcher tune. Toon, de toon van Margaret Thatcher. En ze kan helemaal hoog. Ze heeft al kraaienpootjes. Nou, man, zij heeft veel gelachen. Hele mooie walletjes onder de ogen. En een prachtig stel tanden. Goeie kaak. Mijn Mohammedaanse naam, die heb ik dus gekregen van echte, ras-echte Mohammedanen. En die prezen mij allebei en die legden allebei een hand op mijn schouder. En ik was een van hun, want ik weet hoe de Mohammedaanse eed heet. Dat is, er is geen God, God is. La ilaha illallah. En zij zeggen, het was de man die Mohammed heette, die dat ons verteld heeft. Wij geloven dat hij dat gezegd heeft. Dat er geen God is. God is. La ilaha illallah. Mohammed de Rasulallah. Mohammed vertelt alles. Mijn Mohammedaanse naam is Neji. Dat spel je Nico, Eduard, Jorges, Isaac. Of met een Y. Moet je maar kijken. Neji. Die leuke Arabieren. Want zo stom zijn ze niet. Die hebben voor Neji, dat is een mannelijke vervoeging. En de vrouwelijke vervoeging is Nejet. Ik krijg even tranen in mijn ogen. Dat is een Nejet. Dat is haar Arabische, Mohammedaanse naam. Een hoofddoek en een goede Mohammedaan. En zij kan alles aan. Met een nadruk op goede Mohammedaan. Nee, of een christen, dat maakt mij uit. Maar je mag zo'n meisje toch niet alleen laten. Dat kan toch niet? Waarom is er niemand? Hebben al jullie mannen, zijn jullie zo slim geweest om al jullie geld aan de rentebelasting te geven? Zodat je dit soort wijfjes niet meer kan betalen? Oh, oké. Dan kom ik hem wel halen. Dat kan ik, ja, nee, dat doe ik helemaal niet. Kom op, zeg. Ik ken genoeg van die jonge mannen die. Ze gaan het best maar doen. Maar zorg voor de poen. Breng zo'n Wifke in veiligheid.
Ze weet al lang dat ze moet kappen, 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 kappen. Ze is gewoon bang voor de moeder. Nou, neem haar mee naar Finland. Ja. Hey babe, we gaan naar Finland. En gewoon ergens een houten kotje. En in de winter is het lekker koud. Want dan doen we het haardvuur aan. En dan branden, jongen. Met die houtblokken. En een broodje elandenvlees. Dat eten ze daar niet, of wel? Kaviaar. Alles is daar. Neem zo'n wijfje mee. Laat haar niet alleen. Ik hoop dat dit genoeg rectificatie was voor de beledigende opmerkingen die ik een aantal vrouwen echt naar de kop slingeren, hoor. En niet haar. Net her. Net een vrouw krek wie die. Want dat is een verstandige. En dit moest ze hebben. Maar veel kinder. En jullie hebben mij geloofd. Dus jullie gaan dus op zoek naar dit soort vrouwen. Nou, dan wordt het puinhoop, jongen. En ik wens jullie veel geluk. Dat meen ik serieus. Een puinhoop wordt het. Hey, man. Weet je van de winteroorlog? Was dat leuk in Finland? Oh, kwestie van doorzetten en sauna's bouwen. Zo hebben, het is wel leuk om het af te sluiten voor jullie kerels. Als je dit soort mooie vrouwen wil, ik ga er gewoon nog een keer vol in beeld halen. Kijk. Hè? Weet je wat die Finnen deden? En toen kwam de paus kwam binnenvallen. En die Finnen die gingen dus de sneeuw in. En als eerste sauna's bouwen. En kortom, een man moet een man zijn. En je moet zo'n vrouw beschermen. Weet je wat er gebeurd is met die Duitsers die allemaal naar Stalingrad gestuurd werden om daar de eerste rivier over te zwemmen? En aan de andere kant stonden ze klaar met de mitrailleur, dus ja, 10% haalde de overkant. En er bleven dit soort vrouwen achter in Berlijn. Fijn, hè? Om de baas van deze wereld te zijn. Het rijmde weer, snap je hem? Meneer de paus, dat was een hint om de puzzel op te lossen. Maar die vrouwen in Berlijn, daar liep het niet zo goed mee af. Toen kwamen al die kerels binnenvallen. En die Russen hebben nog tegen die vrouwen gezegd, pas op. De verkrachtingslinie komt eraan. Want achter die Russen liepen allemaal mannen met handkarren en hondenkarren en paardenkarren. Whatever. Duwen, duwen, duwen. De jongens van de logistiek. En die was beloofd dat ze gewoon iedere blanke bitch, ja, die mochten ze gewoon pakken. Want er was toch tuig. Zie je dat? Je kijkt nu naar tuig. Snap je dat? Ga je deze vrouw beschermen? Of laat je haar over aan de Mongolen? Want dat hadden die Russen gedaan. De Russen die gingen lekker pief, paf, poef met de Kalashnikov. Ja. En daarachter zaten de Mongolen. Die mensen komen uit Noord-China. Ze zijn Noorderlingen. Ja, maar spleetogen. Tegen het felle zonlicht daar. Ander soort mens. En die dacht echt, nou, lekker wippen in Berlijn. En dit soort beepjes, ja, die waren het eerst aan de beurt natuurlijk. En zeg me nou niet dat ik een onheilsprofeet ben. Ik vertel je van de geschiedenis. En dat je als een man dit soort vrouwen te hulp moet schieten. Desnoods zonder beloning. Dat laatste telt denk ik het meeste.
Laat haar met rust en zorg ervoor dat de hoeveelheid ongeluk voor haar vermindert. Want ongeluk is een positief begrip en kan vermeden worden. Dat moet je voor haar doen. Dat wordt niet makkelijk. Dat kan ik je nu al garanderen. Dan zal je stevig in je schoenen moeten staan. Maar je krijgt wel 5 bloedmooie kinderen. Die allemaal hangen aan mama haar rokken. Totdat jij de meute overneemt. Ja, afgesproken. Ik krijg telefoon. Ik ga je opnemen. Ik kom eraan. Ik sluit even af, want Claudia belt. Morgen gaan wij barbecuen met mijn dochter. Dat is ook zo'n schone. Hey, dank jullie wel. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag, liefjes.